dames en heren. En zoals iedere maand hebben wij deze maand ook weer een koor van de maand. En dat is deze keer Nameless uit Eihorst of de Wijk. En naast me zit Sylvia Bakker. Sylvia, hoe lang bestaat Nameless al? Nameless bestaat nu 15 jaar. We hebben net een heel mooi concert gegeven bij Klein Oeven. En vanwege ons 15-jarig bestaan. Jullie hebben een gemengd koor met mannen en vrouwen. Wat is jullie genre ongeveer? We zijn een popkoor. Dus we zingen liedjes uit de jaren 60, maar ook recentere nummers. Dus eigenlijk een variatie aan nummers. En het leuke is ook dat onze leden mogen meestemmen, meekiezen uit een aantal liedjes die ze dan via de mail toegezonden krijgen. En dan hebben we nu zo gedaan, konden ze een top 5 samenstellen. En daar worden dan onze nieuwe nummers uitgekozen. Thank you.
naast me zit ook Gedica de Wit. Gedica, jij zingt ook al een hele lange tijd in het koor. Ja, vanaf de oprichting. Hoe is het koor eigenlijk tot oprichting gekomen? Nou, ons erelid, Roelie Menning, die heeft dit idee geopperd om op een popkoor te starten. En ja, gewoon een oproep in de krant. En daar hebben we met een stel op gereageerd. En nou ja, er komt steeds meer mensen komen erbij. En er gaan eigenlijk weinig mensen weer bij weg. Dus het was een succes. Met hoeveel mensen zijn jullie gestart? Ik denk rond de 30 ongeveer, ja. We zijn nu ietsjes groter. Zit er nu een stop op het aantal leden of zeggen jullie er mag nog veel meer bij? Nou, het gaat een beetje om de balans in het koor, want we zingen vierstemmige liederen. Momenteel is er bij de Alten een stop, want onze groep Alten is vrij groot. En zou daar meer bij komen, dan is de balans niet meer goed in het koor. Maar bij de mannen en bij de sopranen en de andere stemmen willen we graag nog leden bij. Ja, we hebben momenteel 41 leden. Maar er kan gerust wat bij, mensen kunnen komen kijken. Een paar keer en pas dan ook kunnen ze zeggen van nou, dit lijkt mij wat en ik wil graag zingen bij Popcorn Nameless.
De Wijk en Eijhorst hebben 3 koren. Hoe komt het dat op een dorp het korenleven zo leeft, zeg maar? Ja, ik denk dat mensen toch steeds meer gaan zoeken naar invulling voor hun vrije tijd. En dit is natuurlijk heerlijk om in je vrije tijd te gaan zingen. Om gewoon alle sores van de dag los te laten. En ja, het is een heel heerlijke vrije tijdsbesteding. Ik kan me voorstellen, hebben jullie nog doelstellingen voor de toekomst wat jullie allemaal willen gaan doen? Bij ons is het belangrijkste gewoon gezellig zingen met elkaar. En tuurlijk willen we dat goed doen. En kwaliteit vinden we ook belangrijk. Maar voorop staat dat je toch heel veel plezier hebt met elkaar. En dat hebben we zeker. We hebben een heel leuk, enthousiast koor. Nou, dat straalt er ook vanaf. Nou, heel erg bedankt. Jullie hebben een prachtig optreden verzorgd. Tot de volgende keer wellicht. Dank jullie wel.